praten welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met een tweetal gasten in deze aflevering. We praten straks met Laurens Verspuijde, wethouder financiën van de gemeente Tiel, over de perspectievennota 2014-2015. Maar we beginnen met Frank Groen. Frank Groen, voorzitter van de PVDB, de Partij van de Burgers. Van harte welkom in het Koetshuis. Ja, dankjewel. Het was een verrassing, hè, die verkiezingen. Ja. Ja, voor sommige mensen wel, ja. Voor jou niet? Nou, nee, niet echt. Met 4 zetels in de raad. Ja. Van den Burg was natuurlijk al begonnen, 4 jaar geleden, ja, met zijn PVDB. Ja. Ja. Nou, hij is beloond, zo kunnen we dat geruststellen. Ja, nou, dat is natuurlijk een geweldig resultaat neergezet door... en de kiezer heeft ons gewoon beloond. Dat is een ding dat zeker is. En daar zijn we heel, heel blij om. Maar in die zin was het ook niet echt een verrassing. Wij voelden wel voortijds dat er wel van alles broeide en borrelde. Alleen ja, het moet natuurlijk in het stemhokje gebeuren. En dat is, heel goed gelukt, kan ik wel zeggen. Goede campagne, maar goed, een campagne voer je niet de laatste maanden voor die verkiezingen. Nee, precies. Dat is natuurlijk ook iets waar wij als kleine partij ook wel mee te maken kregen. Dat je met beperkt budget... probeert een zo goed mogelijk campagne neer te zetten. En dat hebben we met een aantal mensen die fulltime mee bezig zijn geweest, hebben we gedaan. Maar dan praat je dus echt over de periode van de campagne, een maand voortijds, laat ik het zo maar even zeggen. De posters ontwerpen. Ja, precies. En wat ludieke bijeenkomsten, spotjes maken, et cetera. Dus dan heb je het over een vrij korte periode, maar het echte werk waar mensen je op afrekenen, laat ik het zo maar zeggen, en in dit geval dan in positieve zin, dat is natuurlijk vier jaar van tevoren gebeurd. En met name door Pieter zelf, maar ook door mensen die toen in de commissie zaten, die hebben natuurlijk de Partij van de Burg, wat toen nog Partij van de Burg was, beloond als zijnde Partij van de Burgers. En wij zijn daar heel sterk en blij mee dat het zo is uitgepakt. De PVDB, ja, kent een aantal personen die elkaar voor die tijd uit de politiek ook al kenden. Ja. En dan doe ik met name op jouw persoon en ook Pieter natuurlijk. Want jullie hebben samen in de fractie gezeten van de PVDA. Ja. Ja. Periode 2006, Pieter was al eerder weg, maar jij tot 2010. Ja, klopt. Ik kan me nog goed herinneren, 2006, dat we op het podest stonden bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Tiel. We raakten aan de praat. StadsTV vertelde ik over. Jij vond dat leuk. En jij gaf toen aan van, nou, ik heb jarenlang aan de zijkant gestaan als voorzitter van de wijkvereniging Passewaaij. Ja. Nee, ik zeg het verkeerd. Westrooien. Westrooien. Ik wil nu wel eens het verschil gaan maken van binnenuit. Dus daarom ook, zeg maar, jouw betrokkenheid bij die politiek. Ja. Met name bezig geweest, hè, met die A15 en ook de betere route daarvoor nog. Ja, nou, dat is natuurlijk eigenlijk het hele prille begin geweest, waarbij je als wijkcomité probeert handen en voeten te geven aan de wensen van direct betrokkenen. Mm-hmm. Daar is zo'n wijkcomité uit voortgekomen. Vervolgens krijg je vanuit zo'n wijkcomité te maken met allerlei bestuurlijke organen binnen een gemeente. Je leert mensen kennen, je leert wethouders kennen die op dat moment met zo'n portefeuille bezig zijn. En dat zijn niet de minste dossiers, moet ik eerlijk zeggen. Zo'n Betuwelijn en geluidsoverlast aan 15, nou, noem maar op. Dat heb je in zo'n wijk mee te maken. Maar dat geeft ook meteen de uitdaging weer om vanuit zo'n wijkcomité, dan zeg je ja, dat is dan nog weer beperkt binnen een gemeente. Hmm. Heel belangrijk, maar je wil dan ook wat meer doen. Nou, als je dan gevraagd wordt voor een politieke partij, dan heb ik wel zoiets. Aan de zijlijn blijven staan en roepen dat het allemaal anders moet, dat is 1. Maar om er daadwerkelijk dan wat mee te doen, dat is 2. En dan kom je toch al snel van, ja, dan moet je in een politieke partij wat gaan doen. Je bent toen met die verkiezingen bezig gegaan. Ja. Je kwam inderdaad in de gemeenteraad van Tiel. Ja. Even heel snel, 2010, mm-hmm, opnieuw verkiezingen. Toen viel jij net naast de boot. Ja, in ieder geval, mensen kwamen boven mij middels voorkeurstemmen. En dat is all in the game. Ik bedoel, dan hoort moet je bij de politiek. Daar moet je ook niet moeilijk en spasties over doen, vind ik. Dus je hebt daar gewoon je ding gedaan en that's it. Is dat jou tegengevallen of meegevallen? Op dat moment valt dat natuurlijk. Als je het even beschouwt van waar heb ik nou het verschil gemaakt?
Of kun je het zo niet dat stellen? Is lastig, want dat is natuurlijk. Praat je zeker meer over wij? Ja, ja, dan praat je toch over wij. Kijk, je zit niet op persoonlijke titel in de politiek, mm-hmm. vind ik althans. En, of je moet een eenmansfractie zijn, dan heb je dat natuurlijk al wel snel. Maar dan nog? Ja, dus een achterban. Ja, nee, maar dus je doet het niet. Je doet het om maar eens even met Louis van Gaal. We doen het met z'n allen. En dat, ja, dan is het. Soms ligt de finale heel dichtbij en dan de andere kant weer niet. En dan word je op penalties eruit. Ga je er op penalties uit en dat kan in de politiek ook. Ja. Dus ja, en dan is het op dat moment wel even zuur. Maar uiteraard, je blijft politiek betrokken. En dat is ook de reden dat je op een gegeven moment toch, in mijn geval dan samen met Pieter, weer eens over je schaduwen heen stapt. En zegt van, nou, we gaan toch op een andere manier met elkaar aan de slag. En, ja, dit was een landelijke partij, hè, PvdA. Ja, ja, ja. Die partijdiscipline binnen die club, is dat je meegevallen of tegen? Laat ik het zo zeggen. Bepaalde dingen die landelijk afgesproken zijn, daar kun je als in de lokale politiek natuurlijk niet altijd onderuit. En dan word je is dat daar een soort rem dan? Ja, dat kan een rem zijn. Ik heb daar niet heb zo'n concreet voorbeeld van. Okay. Nee. Ik vind ook eigenlijk dat we vooruit moeten kijken en niet achteruit. En, ik heb sowieso. Nee, precies. En ik heb daar ik heb het niet als zo hinderlijk ervaren dat het mijn werk als raadslid belemmerd heeft, laat ik het zo zeggen. Want je krijgt wel de vrijheid om ergens tegen te zijn. Ja. Natuurlijk. Nou goed, commissiewerk heb je toen daarna niet meer gedaan, hè? Nee. Eventjes rust op de plaats. Je kwam Pieter tegen. Of ja. Pieter kwam jou tegen of heeft je opgezocht. Ja, ja. En zei, joh, ik ben met die PvdB bezig. Ik ben een beetje aan het pionieren. Ja. Gaat best wel goed. Mm-hmm. Maar ik heb een breder kader nodig. Er moet gebouwd worden. En daar is nu tijd voor. En wat zei je van toen? Daar heb ik best wel even over nagedacht. Ik heb een drukke baan. En ook een stressvolle baan. En, dus het was niet meteen liefde op het eerste gezicht, om het zo maar even te zeggen. Nee. Daar hebben we best wel even serieus over gebabbeld. En, maar wat waren dan voor jou hekele punten? Nou, als je daar ja tegen zegt, dan moet je natuurlijk. Het is, en dat is. Kijk, wij willen een politieke partij zijn, een lokale politieke partij, voor als je het letterlijk gaat nemen, hè, voor en met de burgers. Ja, dan probeer je daar ook een dusdanige body aan te geven dat het niet een eendagsvliegpartijtje blijft en wordt. Dus je wilt daar gewoon een goed kader. Je zit boven de mijveld. Je wilt daar een goed kader neerzetten waarbij mensen zeggen van, kijk, daar kunnen wij ons in vinden in die partij. En toen daar Pieter jou opzocht, welke periode praten we dan over? Ja, dan praten we ongeveer, dan praten we ongeveer over anderhalf jaar geleden zijn de eerste zaadjes gezaaid, om het zo maar eens even te zeggen. En zo heel voorzichtig aan hebben we steeds iedere keer het verder uitgespeend, om het maar eens in kweektermen te benoemen. En hebben we gezegd van, nou, dat is ongeveer de lijn. Hoe zien wij dat? Hoe kijken wij er tegenaan? En dit is natuurlijk Pieter zijn partij, laat ik dat zo zeggen. Maar ondertussen is het niet alleen meer Pieter die de partij body geeft. Het zijn meerdere mensen en van allerlei pluimage, diverse achtergronden. En ik denk dat wij een sterke basis hebben neergezet om de komende jaren met vertrouwen de toekomst in te gaan met deze politieke partij. Als Partij van de Burgers. Dat is natuurlijk van belang, hè? Je ziet lokale partijen zijn opgekomen bij de verkiezingen. Ja. Die trend was niet alleen in Tiel, maar overal te zien. Ja. Maar je ziet ook weer, na verloop van tijd, heel vaak dat het misgaat. Ja, en dan ga je dus dan mis je zeg maar de kaders van de landelijke partijen. Ja, precies. Je hebt daar je voordeel bij, maar ook je nadeel. Ja, je kunt niet terugvallen op een groot netwerk van mensen die je daarbij ondersteunen. Dus je moet daar zelf je ding in doen. Dat is ook wel weer een uitdaging natuurlijk. En zeg maar de uitdaging van het gedachtengoed. Ja. Om dat uit te dragen. Ja. Ik bedoel, als we PvdA sociaal. Ja. Rood. Ja. PvdB, daar zal ook een stempel op moeten komen, toch? Ja, mensen willen natuurlijk soms dat wel heel graag zien en horen. Maar wij zijn een partij van de burgers. Van en voor de burgers. En mensen, kijk, wij gaan ons niet bij voorbaat linken aan. Wij zijn voor mensen die aan de linkerkant van het politieke spectrum zitten. Wij zijn voor mensen aan de rechterkant, in het midden.
hogere inkomens, lagere inkomens. En wij gaan echt kijken van wat is in het belang van die Tielse burger. En dan heb ik het over de gemeente Tiel. Dat we daar geen misverstanden over krijgen. Want Tiel is groter dan alleen maar Tiel. Hè? We hebben ook Sennewijn, Avezaat en Waddenhooy. Ja. Je staat nu iets verder van die politiek af. Ja. Zo'n bestuur is politiek helemaal niet bezig. Jullie stellen de kaders. Vind je dat zelf lastig? Nee, ik vind dat wel wel een prettige manier van werken. Ik heb het ook duidelijk aangegeven toen we het daar samen over hadden in de eerste gesprekken. Dat ik niet geen politieke functie meer ambieer. Omdat ik het stokje overgedragen heb aan mijn zoon die wel die politieke ambities en drive heel sterk heeft. Maar ik heb zelf meer iets van, nou, ik wil die partij samen met andere mensen dat binnen het bestuur. Ja, dan wil ik een zo goed mogelijk in de stijgers zitten. En als het even kan, ook uit de stijgers als een mooie. Hoe ziet dat bestuur eruit? Wie zit er daarin? Wij hebben Rien van Eldijk, die is de penningmeester. De ex-voorzitter van Verhalis, hè? Ja. Nee, ja. Niet Verhalis. Verhalis is van zwemmen. Ja. We praten over het sporten. Het sporten. Wat is dat ook alweer? Ja, bij de voetbal heeft meerdere bestuursfuncties bekleed. Oké, goed. En heeft een eigen bedrijf. En redelijk door de wol gewerkt. Helaas, dat bedoelde ik. Juist. Dat is hem. Ja. Ja, jij bent er nou beter van op de hoogte. Ja, het gaat vanzelf nog een aantal jaar. Ja, precies. En dan hebben we Simone de Boer in het bestuur zitten. De vrouw van Pieter? Ja, dus de vrouw van Pieter. Arthur Beuns als secretaris. Mm-hmm. Bert Vink. En de bioscoopman. Ja, bioscoopman. En Jenny Groen. En die is voornamelijk belast met het, tenminste belast, maar in ieder geval die verzorgt de afhandeling van het burgerloket. Oké, burgerloket. Ja. Vertel daar eens iets over. Wat is dat? Ja, dat was een van de speerpunten van ons verkiezingsprogramma van Partij van de Burgers. Wij kregen in alle gesprekken die we hadden met mensen toch heel sterk de vraag van. Dat mensen vastliepen in het wirwar, in het oerwoud van regelgevingen, et cetera. En toch kun je het zo gek niet bedenken of er is wel een ja, lager nummer. Dat heeft de gemeente Tiel volgens mij ook heel goed voor elkaar. Mm-hmm. En toch zijn de mensen die zich dan niet gehoord voelen. Soms zijn het natuurlijk ook mensen die, als je dan aan een tegenvraag stelt van hoe vaak ben je dan daar en daar geweest, dan blijkt dat niet het geval is geweest. Of ze weten de weg niet, dus dat. Daar zit nog wel eens een verschil van interpretatie in. Maar wat wij voornamelijk merkten is dat mensen ook op zoek zijn naar een luisterend oor. Mensen willen hun verhaal kwijt. En zijn dan op zoek van hoe ze de weg gewezen worden. En waar kan ik dan terecht met die vraag? Ja, dus zeg maar een soort medestander op een laagdrempelig niveau. Ja, precies. Zo moet je het eigenlijk zien. Kijk, want ik denk dat er door de diverse instanties, zeker in de gemeente Tiel, heel goed werk wordt gedaan. Soms door professionals, maar ook door mensen die dat soms op vrijwillige basis doen. En dus ik ja, het is een soort vangnet, laat ik het zo maar even zeggen, voor mensen die dan toch op een of andere manier het spoor bijster raken. Er wordt flink gebruik van gemaakt, hè? Ja, wij zijn daar dus eigenlijk. Dus het voorziet in de behoefte, simpel. Ja, het voorziet in de behoefte. Ik denk dat wij nu via de site toch wel zo'n 30 mensen hebben kunnen helpen. Dat is flink. Ja, en dat gaat goed eigenlijk. En er is ook een persberichtje wat uit is gegaan. Hebben we daar nog extra aandacht voor gevraagd dat we dat loket hebben. Dat loket kan dus bezocht worden via de site. Via de site. www.pvdb.nu geloof ik dat het is. Hè? Ja, dat klopt. En er staat een contactformulier op waar mensen hun vraag kunnen stellen. En dan krijgen ze daar binnen. Nou, we hebben wat problemen gehad met de site. Dus er is even iets misgegaan, maar normaal gesproken krijgen ze dat binnen een week wel antwoord. En worden ze teruggebeld met. Worden ze doorverwezen? Goed. Ja. Kader neerzetten om die PVDB te laten groeien. Uh-huh. En er een professionele organisatie van te maken binnen de middelen die er zijn. Ja. Jij bent voorzitter. Ja. Wat is jouw persoonlijke ambitie? Nou, mijn persoonlijke ambitie is eigenlijk niet zo belangrijk in deze. Nou, ik geef aan bijvoorbeeld, zet je het op de rit en ga je daarna stoppen? Of nee. Ik denk dat het zo is dat.
Kijk, het politieke bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Ik ben ook samen met trouwens heel veel mensen bij ons uit de partij blijven ook commissies bezoeken en betrokken bij wat er leeft en speelt in de Tielse samenleving. Ik vind dat heel belangrijk, maar dat is voor mezelf. En ik denk dat de gemeente Tiel het in sommige opzichten ten opzichte van andere gemeentes helemaal niet slecht doet. Maar er komen natuurlijk geweldige grote uitdagingen op ons af. In de WMO en noem allemaal maar op. Dus daar is denk ik voldoende werk aan de winkel. Met minder geld, ja, meer doen, betekent juiste keuzes maken. En ruimte om foute keuzes te maken zijn er eigenlijk niet. Nee, nou ja, goed, de wethouder financiën komt zo nog aan bod. Die heeft dat beter in het oog, althans, dat mag ik hopen. En die perspectiefnota ziet er gewoon goed uit. Ja, die ziet er goed uit, maar er zitten natuurlijk wel een aantal zaken in waar je als politieke partij echte keuzes moet maken en ook kunt maken. Ja, daar is natuurlijk waar wij scherp op zullen zijn en als partij, maar nogmaals, dat is niet van het bestuur van de PvdB. Nee. Dan gaan we politiek inhoudelijk. En dan moet u echt Pieter aan tafel nodigen. Gaan we ook zeker doen, nog een keer. Ja, oké. Okay. Tot slot, wil je nog iets kwijt? Helder maken. Zijn er zaken waarvan je zegt van, nou, dat moet ik eigenlijk nog even herstellen. Vind ik niet zo leuk. Nee hoor, ik denk dat de Tielse politiek er een partij bij heeft gekregen, middels de kiezer, die zijn bestaan uiteraard moet waarmaken. Daar zijn we iedere dag keihard voor aan de slag met z'n allen. En ik hoop over 4 jaar hier en misschien voor die tijd ook nog weer eens te zitten als een heel gelukkig man, dat we in ieder geval de partij overeind hebben gehouden met z'n allen. En ook de dingen waar hebben kunnen maken die we de kiezers beloofd hebben. Althans, een groot gedeelte ervan. Dat is mijn ambitie wel. Nou, daar gaan we je aan houden. En we gaan je daar ook heel veel succes bij wensen. Ja. Frank, bedankt voor het gesprek. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Tweede gast in deze aflevering van het Koetshuis is Laurens Verspuy, de wethouder financiën van de gemeente Tiel. Tiel staat er nog steeds goed voor, hè, ondanks de bezuinigingen die er hebben plaatsgevonden en nog plaatsvinden. Een aantal mooie punten die we toch kunnen realiseren in Tiel. Nou ja, bij de perspectievennota die onlangs in de raad is geweest, heeft de raad toch nog een keuze kunnen maken tussen extra dingen die de gemeente graag zou willen zien gebeuren de komende jaren. Daar was ook ruimte voor, hè, financieel. Daar is ruimte voor, maar dat is natuurlijk wel een luxe positie gezien veel andere gemeenten, dat je die ruimte nog hebt. Vaak gaat de discussie tegenwoordig van wat er allemaal minder moet. Die discussie hebben we trouwens ook gehad. Wat dat betreft moeten we het niet mooier laten zijn dan het is. Maar ze ook met name ombuigen, hè? Ja, maar bij de totstandkoming van het nieuwe coalitieakkoord, het Bloesemakkoord, daar zat ook een forse bezuinigingsparagraaf in van 4 miljoen. Nou ja, doordat je dat soort... Kun je daar de belangrijkste nog even uit noemen? Ja, maar doordat je dat soort belangrijke maatregelen neemt, dan heb je nu ook weer ruimte om opnieuw te investeren in de stad. En ondanks, ja, waar is flink op bezuinigd? Ondanks dat het zo ontzettend moeilijke tijd is economisch, is het zo ontzettend belangrijk om te investeren in de stad. Die 4 miljoen, waar bezuinigd op is, is natuurlijk algemeen bekend, maar voor mensen die dat niet weten, waar is er op gekort? Nou ja, er is vooral gezocht ook bijvoorbeeld naar een extra inkomsten met de precario-belasting op gasleidingen. Die heft de gemeente nu al. Maar die hebben we nog niet ingeboekt bij de begroting. Nou, het is meer dan 1 miljoen. Landelijk staat dat een beetje ter discussie, hè, die precario-rechten. Ja. Of dat nog wel kan in de toekomst. Klopt. Hoe staat het ervoor? Klopt, men is landelijk bezig om te bekijken om het af te schaffen. Maar Plasterk is dat, hè, de minister, die zegt van nou... Ja, onder Balkenende waren ze er al mee bezig. Dus ja, geen idee wanneer daar iets voor komt. Maar ja, voorlopig zit Tiel goed. Nou ja, je moet jezelf wel recht in de ogen kunnen blijven kijken natuurlijk. Maar je gaat niet voor meer dan 1 miljoen aan enorme zware maatregelen de samenleving induwen. Terwijl je ergens via de achterhand 1 miljoen binnenkrijgt die je nog niet begroot hebt. En dat elke keer als meevallen presteert.
presenteert. Ja, dat kan niet zo zijn. Nee, dus die boek je nu gewoon in voor de begroting. Zo, en als die dan landelijk wordt afgeschaft, ja, dan heb je weer een nieuw probleem en een nieuw moment om te kijken waar je dat geld dan wel vandaan haalt. Maar dat moment is er nog niet. Nee. En het is ook niet zo dat de Tielenaar aan de voorkant dat betaalt en dat het aan de achterkant terugkomt, want het wordt landelijk geheven. Hè? Precies. Het zou ook stom zijn als Tiel het niet zou doen. Nou ja, we betalen nu ongemerkt ook mee aan precario-heffingen in Zaltbommel en gaan zo maar door. Rotterdam, Amsterdam, maakt niet uit. Ik weet niet alle gemeenten die eraan meedoen, maar de precario die we als de gemeente Tiel opleggen, die wordt versleuteld over alle klanten van bijvoorbeeld Liander. Ja. Dus je hebt, dan praat je over per aansluiting, maar over een zeer gering bedrag. Ja, oké. Wat nog meer? Onder andere is er bezuinigd op het personeel, hè? In ieder geval ook om dat anders in te richten. Dus meer samenwerking. Ja, hoe verloopt dat? Want dat traject loopt al. Goed, we kiezen er niet voor om algemene kortingen op de organisatie neer te laten dalen. Dat is dan toch te vaag. Hè? Dat hebben we 8 jaar geleden, 4 jaar geleden wel gedaan. Dat komt toen ook. Nu niet meer. Dus we zeggen ook specifiek van nou, dan willen we ook op die terreinen willen we samenwerken. Op bijvoorbeeld vastgoed, op KCC's, op klantcontactcentrum. Dus meer maatwerk. Meer de verbinding zoeken. Vooral met Culemborg en Geldermalsen. Dat loopt nu goed ook. En met buren, met financiën, waarom is dat, loopt dat dan niet zo goed? Nou ja, Buren heeft ervoor gekozen om vooral te willen samenwerken op bedrijfsvoeringsvlak met Neder-Betuwe en West-Maas en Waal. Dat is hun keus. Dat zou je aan Buren moeten vragen. Wat vind jij daarvan? Ja, onze lijn loopt met Geldermalsen en Culemborg en dat is prima. Oké, die ombuigingen, nieuwe investeringen. De belangrijkste die we eruit kunnen halen, dat is de wielerbaan op de Schaarsdijkweg. Aan de Schaarsdijkweg. Dat is zeg maar bij Krol, hè? Bij de Berenkuil. Ja. Een groot bedrag voor een relatief kleine club. Nou ja, dus de afweging van de raad geweest waar ze wel of niet geld aan willen uitgeven. Waar praten we over? Dus we praten over 1,2 miljoen. Maar goed, daar worden natuurlijk wel een aantal forse investeringen van gedaan. Het is nu gewoon een maïsveld, dus er moet nog wat gebeuren voordat daar een leverende sportaccommodatie staat. Dus ja, dat heeft gewoon de financiën dan nodig, wat het nodig heeft. Goed, die gemeenteraad is daarmee akkoord gegaan. Daar hebben we het eerder op Stadsverwerk al over gehad. Prima. Welke zaken zijn er nog meer die positief zijn voor Tiel? Nou, de raad heeft ook expliciet geld vrijgemaakt voor het retailpark Latenstein. Dat is zo'n 7 ton. Gaat het specifiek over een weg, hè? Ja, maar het retailpark is meer dan een weg. De weg is de publieke voorziening, zeg maar, die gerealiseerd moet worden. Maar daar hangt natuurlijk wel heel veel van af, van bereikbaarheid en ga zo maar door. Hoe gaat die nieuwe weg dan lopen? Nou, die weg gaat lopen, de huidige Bulkweg wordt verlegd. Die komt veel meer richting Gamma te lopen. En op die manier speel je ook gronden van verschillende eigenaren vrij. Praat je ook over het terrein van Duits? Dan praat je ook over het terrein van Duits. Nou, op die manier vindt daar gewoon dan een ontwikkeling plaats. Die voor Latenstein, in dat kwetsbare gebied wat het nu toch is rondom de Gamma, wat een geweldige upgrade krijgt. En er zijn de ondernemers die nu op Latenstein zitten ook gewoon echt ontzettend blij mee. Ja, natuurlijk. Want je moet er wel op een fatsoenlijke manier kunnen komen. Precies. En je moet ook je brood ermee verdienen. En dat gebeurt op een industrieterrein al vele malen beter als dat er een beetje fatsoenlijk bij ziet. En nou ja, rondom de Gamma is daar in gewoon een kwetsbaar gebied. Nog meer zaken? Nou, dit zijn de twee grote. Overigens komt de retailpark Latenstein niet uit de perspectievennota, maar uit de voortgangsrapportage. Dit jaar hielden we geprognotiseerd 1 miljoen over. Uh-huh. Dus vandaar dat we die 7 ton in 1 keer nu kunnen pakken. Dat scheelt ook belasting voor de toekomst. Dus dat retailpark drukt ook niet op de financiën voor de komende jaren. Dat wordt in 1 keer afgeboekt. We hadden eigenlijk 2 miljoen overschot dit jaar. Bij het Bloesemakkoord was er al voor gekozen om te investeren in een kunstgrasveld van TSC, in burgerparticipatie en in een revolverend energiefonds. Dus er gebeurt echt van alles. Op het gebied van onderwijs, zijn daar al stappen gemaakt? Onderzoek loopt naar de huisvestingsmogelijkheden van het RSG Lingen College, verbeteringen erin. Collega Vermeulen is daar nog druk mee bezig geweest. Worden nu ook de
financiële middelen voor onderzocht wat daarvoor nodig is. Is er al zicht op? Nee, er is nog geen zicht op. Onderzoek loopt gewoon. In het Bloesemakkoord hebben we al vast wel 14 miljoen apart gelegd voor die ontwikkeling. Dus wat dat betreft zijn we daar ook conservatief in om die rekening niet heel ver in de toekomst te leggen. Maar daar al nu voor te sparen, zeg maar. Ja. Om dat nu al voor een belangrijk gedeelte te regelen. Dat zal nog niet genoeg zijn. School zal ook zelf over de brug moeten komen. De start is er. De start is er en er wordt aan gewerkt. En we hopen dat we gewoon binnenkort met een compleet plan richting raad komen. Want ook dat plan zal ook gewoon nog door de gemeenteraad moeten worden behandeld. Uiteindelijk, einde van het jaar, gaan we kijken hoe Tiel er echt voor heeft gestaan. Hè? Hoe het gegaan is en wat er nog meer op ons pad komt. Komen er nog meer bezuinigingen aan of hebben we het zuur wel gehad? Ik kan niet in de toekomst kijken. In die zin, het blijft natuurlijk een fragiele economische ontwikkeling. Economische groei is nou niet dermate hoog dat je daarmee heel makkelijk uit de zorgen komt. Werkloosheid, bijstand blijft natuurlijk nog op een hoog niveau zitten. Ook dat is kwetsbaar voor de gemeentefinanciën. Dus het mooie weer is er nog niet. Je moet scherp aan de wind blijven voeren. Echt goed letten dat de ingeboekte bezuinigingen ook worden gerealiseerd. Dat zal echt nog her en der leiden tot pijnlijke maatregelen. Maar als je dat doet, dan hou je het hoofd boven water. En dan creëer je ook ruimte om te blijven investeren in Tiel. En dat is wat er tot op heden nog steeds gebeurt. En dat is een compliment waard. Ik vind het zeker voor de gemeente Tiel om in deze tijd te doen wat er nu allemaal gebeurt buiten, zullen we zeggen. He, met de verbouwing van een schouwburg, met de West-Luinense Poort. Nou, op tal van andere vlakken zijn er gewoon nog grote ontwikkelingen. Met de ontwikkeling van de Burense Poort. Collega Driessen die druk is met de Zandwijkse Poort. Nou, we zitten niet stil. Die Zandwijkse Poort, hoe staat het ervoor? Moet je niet zeggen, dan moet je aan de heer Driessen vragen. Maar je weet er natuurlijk best wel wat van. Nee, de heer Driessen is bezig gewoon met het plan de campagne. En die komt daar binnenkort ook voor naar de gemeenteraad of naar de commissie. Hoe gaat dat eruit zien? Daar kan ik nu niks over zeggen. Dat heeft ook te maken nog met allerlei grondposities die daar zitten natuurlijk. Dus dat is niet verstandig om daar nu in openbaarheid iets over te zeggen. Er moet nog wat water door de Waal heen voordat het zover is. Tuurlijk, maar dat geldt voor alles. Ook daar zit schot in de zaak. Ja, maar dan goed, water moet door de Waal. En dan moet altijd voordat een plan bezegeld is, dan kan het nog alle kanten op. Goed, we hebben de verkiezingen gehad. Weer een aantal maanden verder. Spulletje loopt. Nieuw college. Hoe loopt het? Hartstikke goed. Iedereen is druk bezig om zich in te werken in de portefeuilles. Je merkt dat er in de afgelopen maanden in de raad toch al veelvuldig wat is langsgekomen. Er waait een andere politieke wind of eigenlijk niet? Het is niet zelden als het altijd is geweest. Ik bedoel te zeggen, D66 is de grootste partij. Ja, maar goed, de D66 heeft de afgelopen 8 jaar ook al in het college gezeten natuurlijk. Ook al met een actieve raadsfractie. Maar die partij, toen jij begon als wethouder, was het eigenlijk een eenmansfractie. Dan praten we over heel lang terug, hè? Ja, dat valt ook wel mee, een jaartje of 8, 9. Daarna kwamen er 3, nu zijn het er 5. Dat betekent ook dat er hoe meer zielen, hoe meer vreugd, maar dat er ook andere meningen zijn. Hoe loopt dat? Dat zou best zijn, maar als ze over de fractie praat, dan zul je toch echt bij de fractievoorzitter moeten zijn. Dan moet je niet aan de wethouder vragen. Jij bent er natuurlijk ook bij betrokken, dat is logisch genoeg. Ik ben er in die zin bij betrokken. Ben je tevreden over hoe het een en ander loopt en hoe het gaat? Ik ben tevreden over hoe D66 zich positioneert. We hebben ons verkiezingsprogramma. Dat hebben we zo goed mogelijk proberen te vertalen natuurlijk in een coalitieakkoord. Daar zitten veel meer smaken bij, ook van andere partijen. Ik denk dat het echt een goed akkoord is geweest waar iedere partij zich ook in kan vinden. En ja, dat proberen we nu de komende 4 jaar gewoon goed uit te voeren. Jouw persoonlijke ambitie? Dezelfde als vorig jaar?
We hebben net de campagne gehad. Dat voelt nog steeds als net. Ook al zijn we een paar maanden verder. Dat is ook zo. Wat dat betreft, de zomervakantie komt op een goed moment. Het is echt hartstikke druk geweest. Tijd voor bezinning? Op wat er de komende jaren allemaal nog voorbij komt en langskomt in de gemeente Tiel. Dat is nog genoeg te doen. Wat nog pittig genoeg. En daar hebben we de handen vol aan. En daar heb ik heel veel genoeg in om dat allemaal tot een goed eind te brengen. Nou, vind ik een hartstikke mooi slot van ons gesprek. Mag ik je danken? Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Natuurlijk zijn we er volgende maand weer. Dan weer met meer politiek nieuws vanuit Tiel.